Waar haal jij je nieuws vandaan? Voornamelijk eigenlijk NOS. Toch wel social media, denk ik. TikTok, Instagram of de NOS-app. De NOS-app. Via nu.nl of via sociale media. En dan Instagram, TikTok, X/Twitter. Eigenlijk vooral 6 Mokro. Maar ook af en toe wel eens op TikTok hoor je wel eens wat voorbij komen. En vertrouw je al het nieuws wat op sociale media voorbij komt? Oh nee, als ik iets wil weten, zoek ik het daarna echt op. En dan ga ik wel op meerdere bronnen kijken. Het verschilt natuurlijk een beetje per account. Bij 6 Mokro geloof ik meestal wat er staat. Ja, gewoon waarschijnlijk een paar jonge mensen die daarachter zitten die ook maar wat schrijven. Natuurlijk geen hoogwaardige journalistiek, laat ik het zo zeggen. Zie jij in je omgeving ook een tendens dat mensen steeds minder naar de fysieke kranten grijpen en steeds meer via sociale mediakanalen hun nieuws tot zich nemen? Ja, ik denk dat het onder jongeren wel een groot probleem is. Dat inderdaad vaak geloven wat er op het internet staat. Factcheck je dat dan? Soms wel. En soms dan neem je wel eens iets aan en denk je, nou, het zal wel. Ik probeer niet mijn nieuws te halen van TikTok of zo, omdat ik dat vind ik zelf persoonlijk minder betrouwbaar aanvoelen. Ik heb vanuit jongs af aan meegekregen wel gewoon zeg maar altijd het nieuws op verschillende manieren te volgen. Zodat je wel een beetje weet wat er allemaal speelt. Bij veel vrienden van mij is dat niet echt. Die geloven heel snel als er iets staat dat dat ook zeg maar echt waar is. Ik hoor wel dat het steeds meer gebeurt dat mensen toch daar hun nieuws vandaan halen. En dat het ook wel een plek is waar ook fake nieuws wordt gepresenteerd. En welk nieuws neem je vooral tot je? Misschien wat actuelere dingen of zo. Ik weet niet precies wat, best wel breed als je gewoon iets krijgt wat je interessant vindt. Bijvoorbeeld over de verkiezingen in Amerika. Verkiezingen, politiek, oorlogen, echt alles. Heel breed. Vertrouw jij de media? Ja, ik vertrouw de media wel. Maar met name NOS? Met name NOS, ja. Ik denk wel dat ik daarin ook filter. Ja, op zich wel. Maar je moet alles gewoon een beetje met de schepjes hout nemen. Dus dat ik bijvoorbeeld een Telegraaf minder vertrouw dan een Volkskrant of een NOS. Bijvoorbeeld bij Telegraaf, dan zet ik altijd wel nog een beetje een vraagteken achter of het nou daadwerkelijk zo is, wat het allemaal een beetje versterkt is. Meestal zijn dat berichten van NOS of Telegraaf en meestal vind ik dat ik al daar echt van uit kan gaan dat het echt is. Dus meestal factcheck ik het dan niet. Soms is waarschijnlijk bij 6 Mokro ook wel dat geval dat het een beetje versterkt is of iets anders, maar ja, het is moeilijk om zelf de feiten natuurlijk te achterhalen. Kijk je dan vooral video's of lees je ook artikelen? Ik lees voornamelijk. Ik wil echt meer artikelen lezen, maar ik moet gewoon even de tijd vinden. Fysieke krant kopen misschien? Ja, dat lijkt me op zich echt best wel leuk. Ja, eigenlijk wel. Niet ouderwets? Nee, dat is best leuk. Gewoon even een koffietje erbij. Best prima. En welke krant zou je dan lezen? Volkskrant, denk ik. Telegraaf. Parool. Folia? Misschien wel.